Welkom. Hey, wat leuk jullie er weer zijn. Volgende bier is Hel en Verdoemenis van Brouwerij de Molen uit Bodegraven. Granger vindt het ook leuk om lokale brouwerijen in ons assortiment op te nemen. De Hel en Verdoemenis is een Imperial Stout. Dat houdt in, Imperial staat voor meer ingrediënten van hetzelfde waar bier uit bestaat, voor dezelfde hoeveelheid water. Dit bier is een intens en uitdagend bier. Matthijs gaat jullie vertellen waar de smaak aan bestaat. Inmiddels heb ik hem ingeschonken. Zoals je ziet is het echt een gitzwart bier. Echt pik zwart. En je ziet ook dat de schuimkraag vrijwel gelijk een soort van instort. Dat hoort er allemaal bij. Zoals Jordi al zei, echt een intense smaakbeleving. Daarom zouden wij zeggen dat het vooral voor na de maaltijd is. Bijvoorbeeld bij een mooie kaasplateautje achter de maaltijd. Of bij een heel erg zoet dessert. Zodra je eraan ruikt en proeft, krijg je gelijk de hele heftige aroma's. Van voornamelijk chocolade en koffie. Daarbij zeggen we ook bij dit bier. Weer drink vooral met mate, want ook op 10% komt deze heftig binnen. Maar vooral erg leuk dus voor na het diner en laten wij vooral zeggen geniet ervan.